Goedenavond, dames en heren. Wegens technische problemen moeten we deze webinar nog een keer opnieuw beginnen. En ga ik u uitleg geven over de Jininski stringtechnologie. Wie ben ik? Ik ben Nettie Sommers. Ik ben in 2016 gestart met investeren in het bedrijf Jininski stringtechnologie. En sinds juni 2020 ben ik samen met nog iemand een van de communicatiemensen die voor Nederland alle communicatie tussen Jininski stringtechnologie en Nederland verzorgt. En ik ga u vanavond deze presentatie geven. Overal in de wereld zal rekening met het milieu gehouden moeten worden. Het moet groener en de uitstoot van schadelijke gassen moet veel minder. Heel veel landen maken afspraken en dat zijn allemaal hele kleine veranderingen. En willen we onze aarde goed onderhouden, dan zal het sneller aangepakt moeten worden. Want het milieuprobleem is wereldwijd heel groot door de uitstoot van die gassen. En die oplossingen die er moeten komen zijn heel moeilijk. Er is heel veel wat erover gesproken. En de heer Anatoly Jininski zag het 40 jaar geleden al. Die is er toen al mee begonnen om te kijken hoe kan het anders. En hij heeft al die jaren aan oplossingen gewerkt. En sinds eigenlijk de opkomst van de computertijdperk is het voor hem ook wat makkelijker geworden. En hij heeft nu iets heel moois, iets nieuws. Dit is de heer Anatoly Jininski. Hij is, hoe dat je nu uitziet, linksboven. In het midden ziet hij hoe dat je in zijn jonge jaren was, 40 jaar geleden, toen hij hier aan mee begon. En dan zie je dat het vervoer, wat hij wilde, met die vrachtauto die je daar omhoog ziet rijden, het plaatje daarnaast, dat hij het vervoer een hoger niveau wilde brengen. Dus op het tweede niveau noemen we dat. En dan zie je de rails, die gaan naar boven toe en die hangen in de lucht. En het vervolg is dan dat het leefmilieu voor dieren en alle andere natuurlijke ontwikkelingen, dat dat gewoon op de grond kan en dat die geen last hebben van de vrachtauto's en het vervoer wat we nu eigenlijk op het eerste niveau hebben. Wie is de heer Anatoly Jininski? Hij is uitvinder en designer van stringtechnologie. Hij is projectmanager van 2 projecten van de Verenigde Naties. Hij is lid van de Cosmonautische Federatie van de USSR. Hij is auteur van 140 uitvindingen, 18 monografieën en meer dan 200 wetenschappelijke projecten. Hij heeft onderscheidingen gekregen, heeft gouden medailles, hij heeft 30 diploma's van internationale tentoonstellingen en hij heeft de internationale prijs van de Golden Shalyard gekregen. En eerder werd de prijs ook al in 2009 en 2011 aan hem uitgereikt. Maar overal in de wereld zal rekening moeten gehouden worden met het milieu. En wat zijn de voordelen om te bouwen met Jininski stringtechnologie? Vooral dat het extreem minder ruimte nodig heeft. Want de pilaren die hebben veel minder ruimte nodig als dat je een heel wegdek moet gaan maken. En daardoor is het ook veel milieuvriendelijker. Hiernaast ziet u hoe dat de bedoeling eigenlijk is om dit te gaan bouwen. Dan zie je onder op de grond alle natuur en bovenin zie je dat de mens en alles zich kan vervoeren. Dit zijn een aantal modellen. Dan zie je dus personenvervoer, maar je ziet ook vrachtvervoer. Middenonder bijvoorbeeld zie je containers die vervoerd kunnen worden. En dit is personenvervoer van 1 tot 250 mensen die mee kunnen rijden. Wat kunnen ze daarmee bereiken? Vooral een beter leefmilieu voor dieren. Het transport kan versneld worden, er zijn geen kruisingen meer of oponthoud of files. En alles is ook nog eens geïnspireerd en georiënteerd op groene energie. Hiervoor hebben ze ook al universiteiten waar ze mee samenwerken. En er zijn inmiddels ook al studenten daarop afgestudeerd. Maar dan zeggen mensen, ja maar dat bestaat al lang. Ja natuurlijk denk je dat. Want in Duitsland zijn al pogingen ondernomen om vervoer op het tweede niveau te doen. Daar is men al langer mee bezig. Maar dan is het dezelfde tram, alleen de wielen aan de bovenkant. Want ook in China is dat zo. Dan hebben ze onder op de grond wat meer ruimte. Maar het enige verschil is dat, want de CO2-uitstoot is er niet mee gebaat. Er wordt niet minder. En ook in Zwitserland, men zegt wel, daar is het ook al. Nee, dat is een kabelbaan. En een kabelbaan, het woord zegt het al, hangt aan kabels. En die kabels draai je eigenlijk rond, van beneden aan de berg, naar boven van de berg en rond weer terug. Dat is gewoon een hele kabel. En als er één stukje kapot gaat, dan valt een wagon naar beneden. Dat zijn kabels die gaan daardoor los. Links zie je dus een kabelbaan en rechts zie je de katrol waar het omheen draait. Dat is heel iets anders. Die hebben geen motor ook. Hebben geen eigen motor. Dit voertuig heeft wel een eigen motor. En een eigen spoorstructuur. En hier ziet u de
Highspeed Unibus. Op dit moment heeft een andere naam gekregen, de Uniflash. En die kan tot 500 km per uur. Dat is een veilig vervoer, het is milieuvriendelijk, goedkoop, snel en heel eenvoudig te integreren in heel veel verschillende situaties, zoals steden of in landelijk gebied. Onderin ziet u links onder de Unicar. Die kan verlengd worden tot 250 personen, dus meerdere middencompartimenten ertussen. In het midden ziet u een transportband. Daar kan men bijvoorbeeld ijzerets vanuit een mijn halen en vervoeren naar een fabriek om het verder te verwerkt te worden. En rechts ziet u nog een andere manier van vervoer, de Unitruck. Daar kan men ook eventueel bepaalde grondstoffen mee van A naar B vervoeren. Hoe gaat men dit bouwen en waarom is dit meer een voordeel? Nou, om ons comfortabel te kunnen verplaatsen van punt A naar punt B, moeten we de grond egaliseren. En dat is nadelig voor de natuur, want u ziet, het water wordt gedempt en de berg is weg. Dus de dieren die daar leven, die hebben geen natuurlijke leefomgeving meer. Die moeten weer ergens anders heen verhuizen en die krijgen steeds minder plaats om te leven en te wonen. Als het dan geëgaliseerd is, dan wordt er ook nog een 2 meter brede meerlaagse fundering voor die spoorstructuur aangelegd. En daarna kunnen er pas de rails opgelegd worden en dan het rollend materiaal eroverheen. Dat kost ook allemaal voor het bouwen heel veel CO2-uitstoot. Wat doet Chinese stringtechnologie? Die zet pilaren neer. En geen brede pilaren, maar het kunnen zelfs gewoon smalle pilaren worden. Dus ze hoeven niet zwaar te zijn. Daar kan men een kabel overheen hangen. Die trekt men strak, die kabel. En die kabels, dat moet je eigenlijk voorstellen, zijn getwiste kabels. Snaren noemt men dat. Zoals een koorddanser, die loopt ook op zijn snaar. Dat zijn verschillende kabels die in elkaar getwist zijn en dat heet dan een snaar. En zo zit er meerdere in zo'n structuur. En als men dat strak trekt, dan kan men het bevestigen op een uiteinde bij een station of een andere plaats waar men het uiteinde mooi netjes vast kan zetten. En dat zie je eigenlijk hetzelfde als bij een gitaar. Een gitaar heeft ook snaren en die worden aan het begin en aan het eind ook vastgezet. En door een spanning op te zetten, kan men het heel mooi strak trekken. Steunpilaren zijn ook niet allemaal nodig. Men kan gewoon hele grote afstanden overbruggen. En men kan dan ook nog om zo'n snaar een stijf omhulsel doen. En daardoor krijgt het een unieke spoorstructuur. Dan is het niet meer doorgebogen, maar stijf en recht. Zo ziet de doorsnee er dan uit. Dan ziet u een ijzeren omhulsel. Daarin zitten de snaren. En daar zit een polymeeroplossing in, zodat het niet kan roesten. En daaroverheen zit nog een harde structuur, dat is om het 100 jaar onderhoudsvrij te houden. En een wagon kan niet eroverheen rijden en stevig erin blijven, dan zou men ontsporen. Maar men heeft een ontsporingssysteem. Door ook aan de zijkant de controle neer te zetten, heeft men een uniek spoorsysteem kunnen ontwikkelen, wat supergoed beveiligd is. Maar om de belasting op de spoorstructuur te verminderen kan men ook de capaciteit verhogen en dat kan men doen door de wagons los te koppelen. Dan is niet één trein nodig die heel veel passagiers moet laten instappen, maar telkens een kleinere wagon kan men telkens instappen, volgende weg. Zo hoeft een trein niet één keer in een uur te rijden, maar kan zelfs elke 10 seconden een wagon vertrekken. En dat is maakt eigenlijk de moderne ontwikkeling van computertechnologie mogelijk. Dat alles volledig geautomatiseerd kan worden. Logistiek is er ook heel makkelijk te doen. En nou kan men zelfs een treinstation bouwen in een flat of in hoogbouw. Dan kan men voor en na een flat een pilaar bouwen. Men kan de harde stijve spoorstructuur er doorheen doen. En dan kan men in zo'n hoogte van een flat kan men een station maken. Dan kan daar een wagon stappen, kunnen mensen instappen en men kan weer verder rijden. Dus op deze manier kan men gebouwen gebruiken zonder dat de fundering zwaarder belast wordt. En drones kunnen ook gebruikt worden. Ze hebben ook een drone ontwikkeld, want die kan gebruikt worden in moeilijk begaanbare gebieden. Dan hoeft men niet, waar het heel moeilijk is, ook nog eens extra wegen aan te leggen om zware machines naartoe te laten gaan. Maar dan kan men vanuit de lucht bouwen. Dus dat vooral in bergen of in zee, vooral in bergen is het heel goed mogelijk, hoeft men niet meer gevaarlijke
capriolen uit te halen om een weg aan te leggen. Men doet vanuit de lucht, kan men bouwen. En op dit moment kan zo'n drone al 750 kilo tillen om te vervoeren. Maar dat kan in de toekomst wel men tot 1500 kilo kunnen vervoeren met zo'n drone. Dus de toegangswegen aanleggen hoeft niet meer. Er zijn drie soorten spoorstructuur. Men heeft een lichte, doorgebogen spoorstructuur en een stijve, enkele spoorstructuur en een stijve, dubbele spoorstructuur. Hier rechts ziet u een plaatje van de lichte, doorgebogen spoorstructuur. Die is wel supersterk. Daar zitten de kabels zitten erin, de getwiste draden, kabels. En als u dan ziet hoe groot dat die bril is in verhouding tot spoorstructuur, en dat die spoorstructuur toch heel erg sterk is, dan kun je nagaan hoe super goedkoop dat dit bouwen is. De stijve spoorstructuur ziet u hier links. Dan kunnen ziet u beter de snaren die erin zitten in die polymeeroplossing. En op deze manier kan het in een ijzeren omhulsel. En over de ijzeren omhulsel zit dus nog een harde bovenlaag. En daar gaat de wagon overheen. Daardoor kan het energieverbruik ook heel erg verminderd worden. En dat komt omdat ze de aerodynamische weerstand van de lucht anders kunnen gebruiken. Want als je ziet een auto als die getest wordt, dan komt de wind aan de voorkant van de auto. Die gaat er mooi overheen, maar aan de onderkant op de grond kan hij niet weg. Dus dan botst het al een beetje. Maar aan de achterkant krijg je een windcirkeling. En dat houdt ook de snelheid, vertraagt de snelheid in feite. Maar als je dan ziet dat bij de spoorstructuur op het tweede niveau, dan kan de wind er ook onderdoor. En dan zie je die wervelingen die achter die auto zijn, die zie je bij de wagon op het tweede niveau niet. Plus het model zorgt eigenlijk ook voor dat de wind er vloeiend omheen kan. En daardoor hebben ze ook veel minder brandstofverbruik nodig. Dit is de Uniflash. Voorheen heette dat de High Speed Unibus. En die was te zien in 2019 in het Ecopark in Minsk. En ook op de Indotrans in Berlijn. En alle voertuigen hebben specifieke aerodynamische eigenschappen en een geautomatiseerde controle. Hiernaast zie je twee voertuigen. En allebei, als ze snelheid hebben of een lengte rijden van 100 km per uur, met de linkse met 14 passagiers en een snelheid van 100 km per uur. En de rechtse met 6 passagiers met een snelheid van 500 km per uur, dan zie je dat het energiebruik per persoon 0,12 is bij de 100 km snelheid. En bij 500 km snelheid is het 0,93. En met een snelheid van 500 km, maar zo weinig extra energie nodig te hebben, is gewoon heel weinig. Dus dat is echt super. Dan kan geen een ander voertuig kan dat evenaren. En alvorens de markt te betreden, moet elk voertuig eigenlijk getest zijn. Wordt aan vele tests ontworpen. En hier zie je een aantal van die documenten. En die zijn allemaal te vinden op onze website. Hier zie je een aantal van die certificaten, patenten en onderscheidingen. En dit is een afbeelding. Deze afbeeldingen zijn nog niet 1/10 van alle documenten die er zijn. Maar hier ziet u een afbeelding van links op het plaatje. En dat hebben ze gekregen door de experts. Want ze hebben meegedaan aan een VN-programma voor duurzame ontwikkeling. En als je dan kijkt het rechtse plaatje. Dat is al een certificaat dat Skyway Uniski Stringtechnologie lid is geworden van een grote internationale organisatie, namelijk de Internationale Association of Public Transport, de UITP. Dat is een groep van meer dan 1400 transportbedrijven en onderzoekorganisaties uit meer dan 96 landen. Dit is de heer Anatoly Uniski. En hier ziet u ook de certificaten of de berekeningen, moet ik zeggen, van hoe hij dit allemaal uitgerekend heeft. Mensen die technisch zijn, kunnen hierna gaan kijken. Daar is het heel interessant voor. Alles is helemaal uitgeschreven hoe dit eigenlijk tot zijn ontwikkeling is gekomen. En mensen die graag willen weten hoe ver dat staat, als je naar de www.skyway.capital gaat, dat is een website en daar kun je helemaal het van begin tot nu toe lezen hoe de ontwikkeling
gestand is gekomen. Dit zijn een aantal modellen. Momenteel zijn er al 7 transportmodellen ontwikkeld voor het personenvervoer. En dan ziet u boven in links de Uniwind, dat is voor 1 à 2 personen. En dan daaronder ziet u de Unibike, daar kunnen 2 tot 5 personen in. Daaronder ziet u de Unikaars. En de onderste is de Unibus. Allemaal verschillende modellen voor verschillende manieren van vervoer, zittend of staand, er is heel veel verschil in. En hier hebben we nog een paar. Dan ziet u een Unibus U4220T2. En daaronder ziet u de High Speed Unibus, de Uniflash. En die kan tot 500 km per uur. Alle anderen daarvoor, die konden een snelheid halen van 150 km per uur. En de 2 onderste, die zijn voor de industrie. Dan kan men ijzererts of steenkool of wat dan ook, kan men mee vervoeren. Dat is de Unitruck en ook de Unitrans. De Unitrans is een transportband. En dan heeft men ook nog een Unicont. Dat is voor de containervervoer. En die is op dit moment ontwikkeld met hangend vervoer, want dat is nog goedkoper om te verwerken als het staande vervoer. En daaronder ziet u dus de Unitruck en de Unitrans nog een keer. En links ziet u een plaatje. Dat is een foto die ik gemaakt heb in het testpark in Minsk, toen ik daar het laatste jaar was. En daar was men dit aan het testen. Het leken 2 waterzakken die eronder hingen. Wat het is, weet ik niet precies. Maar er werd een nieuw model, denk ik, ontwikkeld. En misschien horen we daar in de toekomst meer van. Nu kan ik er nog niet meer van vertellen. Om dan te kijken wat de bouwkosten zijn voor Skyway, dan is dat heel weinig. En een milieuvervuiling is ook heel weinig. Als je dan kijkt naar de trein of de vrachtauto, dan zijn de bouwkosten voor de trein en de vrachtauto meer. Maar de milieuvervuiling is vooral voor de vrachtauto heel veel. Als u vooral de onderste 2 plaatjes ziet, die zijn hoe het nu is. En hierna ziet u hoe het kan komen. Dan ziet u de plaatjes dat het een groot verschil is. In het midden hoe dat het vervoer kan worden met de containers met het Skyway vervoer. En onderin dat men ook in fabrieken zelfs de wagons in kan laden om pallets erin te zetten. En die kunnen ook ieder los van elkaar naar de volgende plaats gestuurd worden via het automatisch systeem. Want er zit geen chauffeur in. En hier hebben we een foto van het testpark in Minsk. En dat demonstreerde men tijdens een open dag. Want mensen zeggen, hoe kan het als ze een wagon stil komt staan, dan zitten mensen erin, hoe kunnen die gered worden? Nou, dat kan heel makkelijk, want er komt een volgende wagon aan. Alle wagons hebben voor en achter een koppeling. Men kan een wagon aankoppelen en men kan het naar de volgende halte duwen of terugtrekken naar de vorige halte. Maar mensen kunnen dus naar een nieuwe halte, een nieuw station, een volgende station, en dan kunnen ze veilig uitstappen. Hier zien we een foto van 2019 die we toen hebben kunnen maken. Dan zie je bovenin de High Speed Unibus de Uniflash, die 500 km per uur kan, en onderin de Unibus. En wij hebben die alle 2, nou, meerdere modellen ook, echt in bedrijf kunnen zien. Nou heeft de Skyway Uniski Strings Technologie 2 prioriteitsrichtingen. Het eerste, het personenvervoer. Dit is een Unibus met 25 zitplaatsen. En het tweede is het containervervoer voor de industrie. Want dat lijkt nog belangrijker te worden als het personenvervoer. En hier ziet u op het middelste plaatje.
mijn geluid was weggevallen. Dan moet ik even terug, want dan hebben jullie een stukje gemist. Ik denk dat er hier is. Hier is geluid weggevallen. Hier bij het Skyway Transport Systeem. Sorry daarvoor. Bovenin ziet u de Uniflash, de High Speed Unibus. En is lichtgewicht, snel en zuinig en milieuvriendelijk. Er zijn twee prioriteitsrichtingen. De Unibus is voor personenvervoer met 25 zitplaatsen. En de Unicont is transport voor hangend vervoer voor de industrie. Dus er zijn is personenvervoer en industrieel vervoer. En in het midden ziet u een container die hangend vervoerd wordt. En links ziet u een container die naar een haven gaat in zee. Want dat is men ook aan het ontwikkelen. Nou zijn er drie verschillende soorten geluid. Het belangrijkste geluid zit in een paar railwielen. Het geluid van de apparatuur in de motorruimte is een ander geluid. En het derde geluid is het aerodynamische. En het absorberen van het geluid is vooral nodig voor de hele zware transporten en het snel personenvervoer. Het belangrijkste geluid zit vooral in de paar railwielen en wat geluid in de apparatuur van de motorruimte. En het derde geluid is het aerodynamische. En het absorberen van het geluid is vooral nodig voor de hele zware transporten en het snelle personenvervoer. Het laagfrequente geluid komt van spoorwielen. En het chassisbureau houdt zich ermee bezig en men heeft trillingsisolatoren toegepast om het geluid te verminderen. Maar ook in het materiaal kan nog wel wat gewonnen worden om het verder te absorberen. En hier ziet u een hoofdankersteun en een steun en die zijn geïsoleerd van elkaar. En elke rail heeft namelijk een longitudinale kracht van enkele honderden ton bij een elektrische spanning van 1000 watt. En dat is heel veel, dat moet echt heel goed geïsoleerd worden van elkaar, anders dan gaat er veel mis. De Idetrans in Berlijn. 2019 heeft men op 18 grote internationale beurzen het project gepresenteerd. En in 2018 hebben we deze foto's gemaakt in Berlijn tijdens de Idetrans. En op de Idetrans was het heel druk. Hier ziet u rechts een foto hoe druk dat het was in de stand. En bovenin, bij de vier plaatjes, links onder daarvan, ziet u drie mensen staan. Die waren van een andere stand en die hadden helemaal niks te doen. En die snapte er niks van dat het zo druk was in de stand van het Skyway Transport. En bij hun was totaal helemaal niemand. Maar ja, het maakt natuurlijk ook heel veel indruk. Zo'n apart voertuig. Futuristisch. Iedereen kon zelfs in dat futuristische voertuig gaan zitten. Men kon erin kijken, men kon zelfs via een schermpje. Iedereen heeft een schermpje voor zich in het voertuig. En dan kan men stoelen helemaal aan de hand van zichzelf zetten. Elk onderdeel kan verzet worden dat je heel goed uren daarin kunt zitten. Met een hele fijne stoel die aan je zithouding is aangepast. Op het schermpje kun je ook nog filmpjes kijken of andere dingen kijken. Er kunnen heel veel dingen gedaan worden. Je kunt je eigen netjes bezighouden tijdens een urenlange rit. Als je van A naar B moet en honderden kilometers moet reizen. Het kan dus overal gebruikt worden. Men kan dus in steden dit implementeren, maar ook in bossen en bergen, naar zeehavens toe. Men kan eigenlijk in afgelegen gebieden overal komen. De motorwielen zijn heel belangrijk. Een speciaal ontworpen van dit transport via de snaren. De voordelen van deze wielen zijn niet alleen eenvoud, compactheid en kracht, maar ze hebben ook een veel lager energieverbruik. En dit komt door de minimale rolweerstand van een stalen wiel op stalen rail. En dat zie je hier. De staal op staal wrijving. Die dus zorgt dat het verbruik veel minder energie verbruikt dan auto's, want die hebben een andere manier van banden op een wegdek. Dit is een heel energiebesparende oplossing en met een elektromotor die deels door zonne- en windenergie kan worden aangedreven. De rail zelf heeft een gegarandeerde duurzaamheid van 100 jaar en doordat de snaren in een polymeeroplossing zitten, voorkomt het carrosserie en kan het ook niet gaan roesten en is er minimale onderhoud nodig. Wat zijn de voordelen allemaal? De U-Sky transport en infrastructuur wordt onderscheiden door zijn hoge efficiëntie, de lage schadelijke gevolgen voor het milieu, de hoge mate van veiligheid in personen- en vrachtvervoer. Het is bestand tegen sneeuw, mist, stof en zandstormen. Het is betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen. Het is bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen.
En wat betreft de milieuvriendelijkheid, de verhoogde route is goed voor de biodiversiteit van natuurgebieden. De baan vernietigt geen vruchtbare grond en ook niet de vegetatie die erop groeit. En trekroutes van dieren worden niet geblokkeerd. Men heeft zelfs minder vrachtauto's op de weg. Ze kunnen zelfs helemaal weg. Hier zie je zo'n voorbeeld. Mijn collega maakt dit. Dit is in Nijmegen. Dan zie je vrachtauto's op de weg. En daarboven op het linkerplaatje zie je een containervervoer boven de grond. Dus die vrachtwagens op de grond zijn niet meer nodig. Maar rechts zie je ook het personenvervoer kan ook gewoon door de lucht. Die gaan aan de onderkant van een dubbele rail. En bovenin gaat het containervervoer, onderin het personenvervoer. En er zijn veel en veel minder voertuigen nodig die op de weg rijden. Men is begonnen in een park met vervuilde grond in Minsk. Die hebben ze helemaal schoongemaakt. En er is men in 2015 begonnen met afgraven en schoonmaken en bouwen. En in 2019 zag het er zo uit. Rechts. Heel veel ontwikkeling erin. Linksboven zie je het plaatje hoe ze het in 2016 dachten te gaan doen. Maar u ziet dat er veel meer ontwikkeld is. En achterin bij die vijver wordt nu op dit moment ook heel veel ontwikkeling gedaan. Daar krijgen we in de toekomst nog wel meer over te horen. Op dit moment gaat het mij vooral om het vervoer van de wagons, het personenvervoer en het containervervoer. Het kantoor in Minsk. Er zijn heel veel ingenieurs die er aan het werken zijn. En sinds kort hebben ze een nieuw kantoorgebouw in gebruik genomen. Dat is helemaal gevuld voor echt eigen personeel. Er zit geen ander bedrijf zit daarin. Gigantisch groot kantoorgebouw. Men heeft sinds 2019 meer dan 1000 hooggekwalificeerde specialisten in dienst. En het bestaat uit 80 afdelingen en verschillende ontwerpbureaus. En de totale oppervlakte aan kantoor- en productiefaciliteiten is meer dan 10.000 vierkante meter. Dit is zo'n productiecapaciteit. En in het midden ziet u bovenin het blauwe gebouw. Dat is het allereerste productiegebouw. Maar links daarvan, ik heb er een pijl bij gezet, staat een klein gebouw. Dat hebben ze afgebroken en rechts hebben ze een nieuw groter gebouw neergezet om verder te kunnen gaan bouwen. En inmiddels is er nog een derde gebouw in aanbouw. Sorry. Is een foto die allemaal in werkelijkheid in Minsk is te zien. Alle verschillende modellen zitten hier. Mooie foto van gemaakt. En nu gaan we even naar de Arabische Emiraten, het warme weer. Vorige was echt allemaal in koude ontwikkeling. Dit gaat over in warm weer ontwikkeling. En in 2018 is men begonnen met de bouw van het Skyway Innovation Center in de Verenigde Arabische Emiraten, in het Emiraat Sharjah. En hier bovenin ziet u drie plaatjes van de maquette. Maar rechtsonder ziet u wel dat het rechte plaatje van de maquette, het Ecohuis, is rechtsonder ook al klaar. En een mooie rondonde ervoor is gebouwd. Dus zo kan men de markt ook betreden met ecohuizen. Ze hebben ook daar al een lijn klaar van 400 meter. Achterin ziet u een station nog in aanbouw. Maar men kon toen al gaan testen om de wagon te testen. Dan zie je tussen de twee pilaren. Ziet u in eerste instantie vanuit het station 100 meter naar de pilaar. Dan 200 meter tussenruimte. En dan is er weer 100 meter om naar een volgende station te gaan. En die tussenruimte kan men op dit moment al uitbreiden tot 288 meter, maar men kan het nog groter maken, blijkbaar. Sinds 2014 ontwerpt, bouwt en certificeert men elektrische overheidstransportsystemen op basis van gepatenteerde technologie. Maar sinds kort heeft het bedrijf de overgang gegaan van de ontwerp- en testen-certificeringsfase naar serieproductie. En ook om open commerciële verkoop op de internationale markt. Men gaat nu naar landen toe om te kunnen verkopen. En het belangrijkste is van dit systeem de lage marktkosten van deze verhoogde wegen. Ze beginnen bij 1 miljoen bouwkosten per kilometer, maar het kan gemiddeld tot 9 miljoen gaan. En gemiddeld is het ongeveer 5 miljoen per kilometer voor goede omstandigheden of slechte omstandigheden. Maar men begint bij 1 miljoen per kilometer te kunnen bouwen. En dat is 3 tot 5 keer lager dan de kosten die men nu moet maken voor het aanleggen van wegen, spoorwegen of kabelbanen. De vrachttransportsystemen. Door het gebruik van elektrische stroom, het onbemand rijden en de energiebesparende ingebouwde apparatuur van deze bijna geruisloze elektropods heeft het vervoermiddel bijna geen impact op het milieu. En door de speciaal ontworpen PTS-technologie vallen de U-Sky transportsystemen
ook op door hun concurrerende bouwkosten, zoals ik daarnet al hoorde. Ze worden steeds meer gezien als de meest efficiënte en innovatieve ontwikkeling. Ze zijn al klaar voor de implementatie. En hieronder ziet u de plaatjes rechts. Ziet u de U-Sky technologie die zijn getest in Charua, in warm klimaat, tot plus 60 graden. En links ziet u in koud klimaat in Minsk, dat kan tot min 60 graden. Op al deze verschillende hitte of koude kan hier gereden worden. En er zal er geen uitval komen dat ze niet kunnen rijden door de extreme weersomstandigheden. Het Skyway-systeem voldoet aan de toekomstige milieubehoeften van Dubai. Het voorkomt daardoor door de 8 voorgespannen draden in een omhulsel te zetten van polymeeroplossing, dat ze beschermd zijn tegen zware weersomstandigheden, zoals die daar heel erg veel voorkomen. Denk aan de zandstormen ook al. Maar dit systeem vereist minder land en ook infrastructuur en verbruikt dus bijna 5 keer minder energie dan elektrische voertuigen. En dat is vooral in de strategie van de Smart City Dubai, wat de Verenigde Arabische Emiraten, de overheid, voor zich tot doel heeft gesteld. De belangrijkste uitdagingen zijn dat ze eigenlijk het hoge snelheidstransportsysteem zijn, de kosten. Als je kijkt in Europa, bedragen de gemiddelde kosten voor de aanleg van hoge snelheidswegen ongeveer 30 miljoen per kilometer, met een jaarlijks onderhoud van 100.000 per kilometer. En de Hyperloop technologie die wordt nu geschat op zeker 50 miljoen per kilometer. Maar deze technologie is nog in een conceptfase. En men weet allemaal dat het altijd duurder gaat worden als wat ze nu berekenen. Als je dan kijkt van Janinski stringtechnologie, van deze realiseert met die bovengrondse wegen een heel ander soort vervoer. En dan is de kostprijs gemiddeld 5 miljoen per kilometer. Met weinig onderhoudskosten. Amper. Dit zal dus de industrie echt fundamenteel gaan veranderen. En ook het vervoer in de verschillende landen zal over een heel aantal jaren heel anders worden. Men heeft heel veel samenwerking met verschillende bedrijven, partners die hooggekwalificeerd materiaal kunnen leveren. Een daarvan is onder andere het bedrijf Bekaert. Die heeft deze zomer in Sharjah, maar ook al in Minsk, kabels geleverd. Hier links ziet u dus de rollen kabels liggen. En dit staat op de rollen kabels. Dan ziet u links bij de pijl wordt Bekaert, dat is het bedrijf Bekaert, en rechts dat het naar Janinski stringtechnologie gezonden heeft. En dat staat op elke rol. Hier ziet u, elke rol wordt gewoon voorzien van een vervoerslabel, dat echt Bekaert dit geleverd heeft aan Janinski stringtechnologie. Maar we hebben meer samenwerking met partners. Want zo is een Franse bedrijf Maflec. En die zorgt voor verlichtingssystemen en HMI-systemen. Dat is voor beveiliging en vooral voor instappen en uitstappen en alle noodverlichting. En ook een Oostenrijks bedrijf, Voestalpiel, die levert hoogwaardig gehard gewal staal. Dat het een groot bedrijf is, ziet u. Ze hebben 500 kantoren in 50 landen. Meer dan 52.000 mensen in dienst. In het boekjaar 2018-2019 bereikten ze een omzet van 13,6 miljard. Met een bedrijfsresultaat van bijna 1,5 miljard. En Voestalpiel is marktleider, want er zijn meerdere bedrijven die dus hier graag met hun materialen werken. Want ze werken ook samen met Audi, BMW, Jaguar en Volvo. Dus, en deze bedrijven zetten zich ook allemaal in om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te halen. En ze werken allemaal ook aan de ontwikkeling van technologieën waarmee de CO2-uitstoot op lange termijn verminderd kan worden. In oktober 2019 zijn ze zelfs in het testcentrum geweest om te bezoeken, om te kijken of het bedrijf het waard was om een samenwerking mee aan te gaan. En ze waren er enthousiast over. Waarom wil men nog investeren in het bedrijf Skyway? Ze hebben een crowdfunding systeem waar mensen dus hun bedrijf mee kunnen ondersteunen. En waarom doen ze dat? Omdat het snartransportmotor gebruikt wel elektriciteit, maar stoot geen schadelijke emissie uit in de atmosfeer. Omdat ze hun eigen elektriciteit opwekken. En voor de aanleg van een kilometer van de snarroute is minder dan 100 vierkante meter land nodig. Dat is gewoon de oppervlakte van een bospadje.
En de locatie van het transport bovengrond kan ook de sterfte aan dieren door botsing met transport aanzienlijk verminderen. En de aanleg van snaarbanen zal het natuurlijke landschap heel erg veranderen. Het zal de bossen die de zuurstof hebben geven, die kunnen behouden blijven. En er hoeven geen bossenhout meer gekapt worden. Wat zijn de voordelen? De bedrijfskosten bedragen minder dan de helft van het conventionele spoorvervoer. De elektrische voertuigen verbruiken veel minder energie dan auto's. Het is ook aanzienlijk goedkoper om te bouwen en te exploiteren dan een hyperloop of een monorail. Het is een energiebesparende oplossing met een elektromotor die deels op zonne- en windenergie kan worden aangedreven. De bouwkosten zijn 3 tot 5 keer lager. De unieke elektropods van Unicont maken het mogelijk om standaard ISO-containers te vervoeren met een snelheid van 120 km per uur voor een prijs van 1 cent per ton en per kilometer. Er zijn geen dure terminals meer nodig. De laad- en lostijden worden daardoor aanzienlijk verkort. En belangrijke logistieke problemen zijn daar meteen ook mee opgelost. De belangrijkste uitdagingen voor het huidige hoge snelheidstransportsystemen zijn vooral hun kosten. In Europa bedragen de gemiddelde kosten van de aanleg van hoge snelheidswegen ongeveer 30 miljoen per kilometer, met een jaarlijks onderhoud van 100.000 per kilometer. De constructie van de Hyperloop wordt nu geschat op zeker 50 miljoen per kilometer. Maar de technologie is dus nog in de conceptfase, dus wie weet wat het straks gaat kosten als het echt gebouwd gaat worden. Als je dan kijkt naar de Chinese stringtechnologie, met zijn snelle bovengrondse wegen, dan die hebben een kostprijs van 5 miljoen per kilometer en eigenlijk amper onderhoudskosten. Zij gaan echt de hele industrie fundamenteel veranderen met hun geïmplementeerde viaducten en spoorvoertuigen. Dan vragen mensen, kan ik hier ook nog in participeren? Want het is een crowdfundingssysteem. Natuurlijk kan dat. We zitten in fase 14.2 en er zijn 15 fases. En om hier meer van te weten, degene die u hier uitgenodigd heeft om hier naar te komen luisteren, kan er meer over vertellen. Maar anders zijn wij ook altijd bereid om u verder van uitleg te voorzien. Wat zijn de voordelen verder? Het transport op snarrails beweegt boven wegen en water zonder andere vervoerswijzen te verstoren. Het kan gemakkelijk in elke omgeving worden geïntegreerd. Het neemt minder ruimte in op het grondoppervlak. Daardoor ook minder grondwerving is er nodig. Bergen, bossen en water zijn totaal geen obstakel. De vruchtbare grond wordt niet vernietigd en het is niet nodig om het terrein waterpas te maken. De Chinese transportinfrastructuur wordt ook onderscheiden door zijn hoge efficiëntie, de lage schadelijke gevolgen voor het milieu, de hoge mate van veiligheid in personen- en vrachtvervoer. Het is bestand tegen sneeuw, mist, stof en zandstormen. Het is betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen en bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. En wat betreft de milieuvriendelijkheid, de verhoogde route is goed voor de biodiversiteit van natuurgebieden. De baan vernietigt geen vruchtbare grond en is ook niet de vegetatie dus die erop groeit. De trekroutes voor dieren worden niet geblokkeerd en er zijn dus minder vrachtauto's op de weg. Als we het samenvatten, is het bovengrondse transport van Skyway innovatief, snel, veilig, economisch eenvoudig integreren en milieuvriendelijk. Hier hebben we nog een foto van de heer František en de heer Maslov. Deze zijn een paar maanden terug naar Vietnam gegaan. En Vietnam is een van de landen die een handtekening hebben gezet toen bij hun om dit transport te gaan bouwen. Deze twee heren zijn daar naartoe gegaan. Ze dachten 2 weken in quarantaine te moeten blijven. Ze zouden daar 3 weken verblijven. Maar toen ze daar kwamen, kregen ze als verrassing dat ze 4 weken in quarantaine moesten zijn. En ze hadden maar 1 week over om de gesprekken met alle verschillende bedrijven te doen. Dat hebben ze dus in een sneltreinvaart in de laatste week moeten doen. Maar in Vietnam zijn een heel aantal contracten ondertekend om dit systeem te gaan bouwen op verschillende locaties. Dat is het eerste land wat nu een contract heeft om te gaan bouwen. Maar er is nog land meer. Er zijn meerdere landen. Maar op dit moment weten wij ook nog dat het land Nepal ook inmiddels handtekeningen heeft gezet. En die gaan ook op verschillende plaatsen in het land gaan zij ook deze spoorstructuur bouwen.
Op dit moment weten we nog niet meer. Waarschijnlijk gaan wij dat wel horen op 22 oktober. Want dan is er een dag eigenlijk dat de heer Juninski een toespraak zal gaan houden. En daar zal hij meer informatie gaan geven over wat er allemaal aan gedaan en gebouwd is. Maar op dit moment weten wij dus dat in Vietnam en in Nepal hier gebouwd gaat worden. En dat de spoorstructuur daar de eerste wagons zullen gaan rijden in die landen. Daar zijn bedrijven nu mee om het te berekenen en om het te gaan ontwikkelen. Wil je meer weten? Er zijn officiële websites, hier ziet u er een aantal. Wil je meer weten via filmpjes, dan kan je ook naar het YouTube-kanaal gaan. We hebben ook een persoonlijk kantoor, daar kunt u gaan kijken. Er is een whitepaper, die heeft elk bedrijf nodig dat wereldwijd wil gaan werken. En dat whitepaper is er, kunt u vinden op deze link. En verder kunnen we de verschillende werken van technische en juridische kwesties kunnen bekeken worden op een bepaald YouTube-kanaal. En ja, alles staat hier eigenlijk. Maak hier een foto van, dan kunt u het verder gaan bekijken. Als er verder nog vragen zouden zijn, mag u ons altijd bereiken. Ik ben Nettie en ik heb een collega Earl. En wij met z'n tweeën zijn voor u ten dienste om eventueel vragen te beantwoorden als u het niet weet, of degene die u hiervoor heeft komen luisteren het antwoord niet weet, dan zijn wij altijd bereid om u van de juiste informatie te voorzien. Dit zijn onze telefoonnummers, hierop zijn wij bereikbaar. En dit is eigenlijk mijn presentatie. Ik sluit hierbij af. Wil u danken voor uw interesse dat u hier bent komen luisteren. En dan zou ik zeggen, dank u wel. En sorry voor de problemen die we in eerste instantie hadden. Maar ik hoop dat u nog heeft kunnen luisteren en het allemaal heeft kunnen begrijpen. Is het niet zo? Wij zijn bereikbaar, Aaron en ik, om u te woord te staan. Dank u wel voor uw aandacht. En